1853, hetzelfde wat daar hangt. En hier kan je zien dat de boog staat. Hier staat de schutter te schieten. Hij schiet die kant op. Hier staat een mannetje met een aanwijster. Die wijst aan waar de pijl komt. En wat ze volgens mij ook deden is gewoon weer terug. Dit is de hofvijver. Dit is daarachter het lange voorhout. Hier krijg je later een torentje van Balkenende. Het Marmotshuis bestond het niet. Oude doelen staan hier. Die zijn later afgebroken. Wat er nu staat, dat zijn nieuwe doelen uit de 17e eeuw. Dit is een wat onduidelijke foto, maar je kan hier de banen zien. Hier zie je twee banen naast elkaar. Hier schoot Sint Sebastiaan. Hiernaast schoot Sint Joris. De geel die schoot hier naast elkaar. Sint Joris schoot met kruisbal. Sint Sebastiaan met pijlenbal. Daarna is er weer de hele tijd niets. Want het boogschieten houdt snel op in de 17e, 16e eeuw. Begint men met geweer te schieten. En dan is het pijlenbal natuurlijk helemaal niets meer. En niet tegen de stad. Daarna is er in de 20e eeuw pas weer leven in de brouwerij wat het boogschieten betreft. Dit is iets wat ik onlangs heb ontdekt. Dit is namelijk niet Sint Sebastiaan, maar in de jaren 30 was er de Haagse handboogschutterij Roos of Vier. Dat is het enige wat ik van die handboogschutterij weet. Dat is de enige vermelding. Dit stukje gaat over de jonge Germanen. Die is in 1934 opgericht. De jonge Germanen waren de handboogschutters van Wassenaar. Iets duidelijker, Henk. Ze staan hier niet. Wat is die duidelijk? Als je zo wegvalt. Ik val weg. Ja. Oké. Nou, je stem valt weg. Jij niet, mijn stem wel. Oh, nou, nu stel ik het. Mijn stem valt weg. Hey, was dat DOS? Nee, DOS is pas veel later. DOS is van de jaren 60. In 34 had je de nieuwe Germanen, maar in die tijd had je dus ook al een Haagse handboogschutterij. Die heette ook niet Sint Sebastiaan, maar die heette Roos of Vier. Een hele vreemde naam. Wat betekent, weet ik ook niet. Misschien dat er later nog eens achter komt, maar op dit moment kan ik je daar niet zo over vertellen. Die handboogschutterij verdwijnt weer. En dan krijgen we in 1958 niet Sint Sebastiaan, maar Sagittarius. Zo zijn we eigenlijk begonnen, met Sagittarius. In die tijd had men wel het wapen al ontdekt, het Jeruzalem kruis is dat, dat stamt al uit de middeleeuwen. Motta-kruis toch? Dat zit al in ons, kaartje. Maar men had nog niet gevonden dat vroeger in de middeleeuwen Den Haag een handboogschutterspeel had. Pas iets later komen we er ineens achter en denken we ineens, hey, wat gek, weet je, Sagittarius, wat een vreemde naam. We hebben traditie, we hebben een link met de geschiedenis van vroeger. En daarna is Sint Sebastiaan ontstaan. Nou, door wie is Sagittarius het eerst opgericht? Dat is nog vrij onduidelijk. Want ik heb natuurlijk, die beginnen pas in 1962 en we zijn in 1958 opgericht. Dus welke mensen er nu precies in het bestuur zaten in 1958, weet ik. Maar wie er wel bij geweest moet zijn, dat is Otto Dirk Offenga. Dat is de vader van Marius. Die heeft vanaf het begin interesse gehad in boogschieten. En heeft daar zijn uiterste best voor gedaan om een vereniging te creëren. Waar mensen konden leren. Waar hij voornamelijk les gaf. Hij zat in het begin nog niet zo in het bestuur. Maar hij was de oefenmeester. Maar ook de man met de meeste initiatief. Dit is Otto. Deze jongeman is Marius. Hij was niet eens grijs. Arthur, dat is een Peugeot. Ja, ik zie hem. Ja. Ja, dat is natuurlijk een Peugeot. Ja, een mooie foto. Maar dit is een hele belangrijke man geweest voor Sint Sebastiaan, zeker de begintijd. Maar hij was natuurlijk niet de enige die zich inzette voor
als vereniging. Een vereniging kan niet alleen maar drijven op de kracht van één iemand. Een vereniging wordt gedragen door alle leden. Een vereniging is niet van iemand, maar een vereniging is van iedereen. Dank u. Maar in het begin hadden we nog geen eigen naam. Oh, jezus. Ja, het moet weer. In lieve knietjes. In, begin, in lieve knietjes. In het begin werd er, sexy hoor. Werd er zelfs ja, hè? Alleen geschoten in het huis van de familie. De gang stonden ze te schieten, want ze hadden geen dag. Dit is de hele jonge Marius. Dat heb jij ook gedaan. Maar kijk, is wel een ster. Goed geleerd door zijn vader. Schouder mooi laag. Soms werd er buiten geschoten. Hier staat Otto te schieten op de baas op een vlakte. Op een prachtig terrein natuurlijk. Hadden we ook misschien kunnen krijgen als we het beter mooi boog. Volgende keer. In 1960 hebben we eigenlijk een eigen baan en schieten we bij de ADO. We hebben twee baantjes naast elkaar. En dit zijn een aantal van de meest van de vroege leden. Deze man hebben sommigen van jullie wel gekend. Die heeft ook hier geschoten. Heeft ook een prachtige trofee nagelaten. Cito, wie is dat? De Hurk. De Hurk, juist, ja. Heel goed. Die schoot al in de jaren 60 bij ADO. En hier heb je weer het Sint-Sebastiaan-kruis. En hier hebben we weer de Sagittarius die terugkomt. Volgende gaan. Nou, hier heb je weer hetzelfde kaartje, maar hier heb je dus naast verandering, hier heeft we eindelijk in 62 Sint-Sebastiaan. En dat betekent dus dat ons jubileum 4 jaar te vroeg is. Over 4 jaar gaan we dit gewoon weer herhalen. Het zou zeker hard besparen, maar we hebben steeds meer leden, dus er kan wel wat vanaf. Ja, goed zo. Volgende. Dit is dat eerste embleem wat we hadden. We hebben hier een prachtig embleem ook. Maar dit was nog met de hand geborduurd. Ze zijn er in een aantal besteld. Ze kosten toen de tijd 15 gulden per stuk. Wij gaan ze zo meteen verkopen voor 5 euro per stuk, maar dan zonder datum erin. Want die datum kan we overleven. Ze leven hier. Waar is de olievaart? Hier staat hij. Nou, er staat nu een paar bij. Daar staat hij. Dit is weer een aantal van de schuttertentse festiviteit op ADO. Hier hebben ze dus niet het geel kostuum wat men later krijgt. Met de verenhoed en de nekkenbokker en de wambuis. Maar hier schieten ze nog vrij modern. Zwarte truitjes met 4 het wapen van Sint-Sebastiaan. Is dat Tony Vogt er op de voorgrond? Tony Vogt was toen nog geen lid. Oh, ADO doe je lelijk. Dit is een kleurendia. Hier kan je zien dat ze 2 baantjes hadden, meer niet. En daar moesten ze het mee aan. Maar dat het ging. Het hele jaar flink kunnen schieten. Dit is een ledenlijst, dat is niet zo interessant. Maar hier kan je zien dat in 64 20 leden. Zijn we een beetje gegroeid of zijn we niet gegroeid? Wow. Hier staan we over die gaas weer. Nou ja, maak het. Hey, koninklijke stallen. Dit is bij de koninklijke stallen, inderdaad. Hier is een beschieting aan de hand. Hierachter staat van Heurk weer. Zie je wel. Ze hebben ze opgesloten bij de koning. Honing. Nou ja, die namen zeggen jullie niet, maar dat maakt niet uit. Dat was een mooie pijl. Maar je kan zien dat met één pijl. Dus dit ons gebeurt met 1 pijl. Bart. Dit is bij Dos. Dos is voortgekomen uit Sint-Sebastiaan en is later gaan schieten op dezelfde banen waar die nieuwe genamen geschoten hebben. Dat is namelijk bij Rijksstraatweg geweest. Hier kan je ook zien dat ze heen en weer schoten. Hier zit de schrijver. En deze meneer die trekt aan de pijlen. En ja, het is niet zo'n hele veilige opstelling. Nee. Je moet even goed in de spiegel kijken of er klaar is. Er stond een schot achter de schrijver. Er stond wel een schot achter de schrijver. Maar hier is dus ook wel voor. De bom was waar genoeg, hè? Ja, door een bang. Maar ja, voor de rest valt het allemaal wel mee. Verwonding. In 1966 zegt Adam de Huur, want ze willen de tribune uitbreiden. Dus moeten we die mooie baantjes van ons weer helemaal afbreken. En hier zijn ze in het sjouwen om de onderdelen te verwijderen en op te slaan. Dat zie je op de volgende dia. Hier wordt alles opgeslagen.
tanden.